brandoil tankstations, hilarious creatieve reclamemakers en de promotie supportclub van FC Zutphen. Enthousiaste aanhangers van FC Zutphen Internet TV. Woensdagavond 11 december 2019 waren heel veel meisjes van FC Zutphen verzameld op Sportpark Het Meirink voor een clinic met 5 vrouwen van FC Twente om de fijne kneepjes van het voetbal aan te leren. Een van de FC Twente vrouwen is Oranje Leeuwin Renate Jansen. Na het uitzetten van de oefeningen stelden de vrouwen van FC Twente zich voor aan de jeugd van FC Zutphen. Goedenavond allemaal en welkom bij SV Zutphen. Hebben jullie een beetje zin in? Ja! Goed zo, wij ook. Ik zal ons allemaal even kort voorstellen. Ik doe mezelf als laatste en ik begin hier met onze topspeler op rechts. Zoals jullie vast wel weten staat hier Renate Jansen. Aanvaller bij FC Twente. En international van de Oranje Leeuwinnen. Ja, dat is een applausje waard. Naast haar staat Sabrine Lucie, die heeft de hele jeugd bij FC Twente doorlopen en spits op 10. En die scoort vaak aan goaltjes. Mag ook een applausje. Daarna staat onze lange centrale verdediger die ook op het middenveld uit de voeten kan. Dat is Suzanne Giesen. Nou, met haar wil je niet in duel komen. En op rechts hebben we nog Lois Nienhuis, dat is onze keepster. Dus voor de keepers onder jullie, met haar zullen jullie vanavond te maken krijgen. En als laatst, ik ben Maud Roetgering, ik ben rechtsback van de FC Twente Vrouwen. En ik heb heel veel zin in vanavond, ik hoop jullie ook. Laten we gauw beginnen en tot zo. De clinic begon met een pittige warming-up, maar het plezier spatte er vanaf. Daarna volgden in groepjes de oefeningen door de FC Twente vrouwen. Nou, vanavond was de clinic van FC Twente hier bij FC Zutphen. En we vroegen ons af, wat hebben jullie eigenlijk allemaal tijdens de clinic gedaan? Nou, we hebben verschillende vormen gedaan. We zijn begonnen met een warming-up en daarna verschillende oefeningen zoals afwerken, een paas- en trapvorm, positiespel. Nog een spel waar je iets mee kan winnen. Een 3-3, dus eigenlijk van alles. En wat kon je dan winnen bij dat spel? Je kan een gesigneerd shirt winnen bij het spel. Oh ja, dat is wel leuk. En wat hield jouw oefening in?
Nou, ik heb verschillende gedaan. Ik ben begonnen in de middencirkel met dribbelen met allerlei technische oefeningen. Daarna ben ik bij een estafettevorm geweest en tot nu toe was het eigenlijk allemaal leuk. We doen in alles doe ik een spelvorm, dus ik doe wel met punten en het staat tot nu toe gelijk. Dus. En konden de meiden van FC Zutphen een beetje er wat van? Ja. Nee, het verbaasde me wel. Een paar aanpassingspunten om te zeggen, denk daaraan. Maar nee, het gaat hartstikke goed. Hoe is het om op zo'n hoog niveau te mogen voetballen? Ja, het is wel heel leuk. Heel uitdagend natuurlijk. Dus ja, zeker heel leuk om mee te maken. Moeten jullie er veel voor laten in je vrije tijd? Ja, ik denk het wel. Maar ik denk dat we ook weer heel veel voor terugkrijgen. We moeten er ook daarnaast nog veel werken of naar school. Dus je moet wel dingen voor laten, maar je krijgt ook wel veel mooie dingen voor terug. En kan je misschien wat voorbeelden noemen van wat je moet laten voor de sport? Nou ja, als je een wedstrijd hebt, dan kan je niet de dag van tevoren gaan stappen of iets. Dus een feestje moet je af en toe laten schieten. Dus dat zijn dingen die je af en toe moet laten gaan. Nou, heel erg bedankt en we hopen dat het nog een leuke avond wordt. Ja, jullie bedankt. En dat jullie nog een keertje terugkomen natuurlijk. Ik vind het ook leuk. Ja. Nou, we zijn nu bezig met de FC Twente Clinic. En wat vinden jullie er nou van tot nu toe? Superleuk, ja. We hebben echt al heel veel dingen geleerd, dus ja. Dat is echt heel erg leuk. Ja, het is echt heel vet, want je ziet ook heel veel mensen dan. En dan ja, en dat is dan heel vet, eigenlijk. Ja, en vond jij er ook nog wat van? Ja, ik vond het ook leuk. Het was ook heel leuk, ja. En wat heb je allemaal al gedaan? We hebben met de bal hebben we een soort van wedstrijdje gedaan. En we hebben gewoon op het doel geschoten met de keepers. En hebben jullie ook al goede tips ontvangen van de spelers? Ja, zeker. We hebben dat je weg moet lopen. Sowieso dat je weg moet lopen van je man. En dat ze dan, in dit geval van je vrouw, maar dat er dan ruimtes ontstaan. En daar hadden we zelf nog niet echt per se aan gedacht. Met een overdreven Het was mede door de grote opkomst een geslaagde avond, waar tot slot gelegenheid was om een handtekening te bemachtigen en om op de foto te gaan met de FC Twente vrouwen, van groot tot klein. Het gesigneerde shirt werd gewonnen door Noralie, die blij verrast was. Lekker Noralie! Bedankt, hè? Ja, hé. Hey. Ja, hey. Ja, hey.